Hallo allemaal en welkom bij Formule 1 Manager 2022. Ik ben Ruben. Ik had er heel veel zin in, helemaal naar die spectaculaire openingsrace. Hè, voor ons dan in ieder geval. Goed resultaat. In Bahrein gaan we nu naar Jeddah Corniche Circuit. In 4 dagen in het spel. Ja. Dus, maar mocht je nieuw zijn, abonneer dan alsjeblieft. Hè. Laat die like achter, dan worden we allemaal vrolijk. Hè, want hoe meer we het liken, hoe beter. En in de comments, laat even weten wat je ervan vindt. Ja, helemaal goed. Mooi, dan gaan we nu op naar Jeddah. Maar eerst nog eens eventjes alle updates en nieuwtjes. Tot aan de race. We hebben een verrassingkie van hetgeen wat al aan het gebeuren was voordat wij bij het team kwamen. We hebben namelijk een nieuwe ophanging. De RB22S2. We hebben hem alleen nog niet gebouwd. Maar hij is wel net een klein beetje beter. Topspeed 0,01 kilometer harder. Kabang. Oh, super. Dus die moeten we nog even maken. En ik hoop dat we hem afkrijgen voor de race. Ja, we gaan eens even kijken. Oh, moeten we even terug. Car parts development. Oh, dat is ontwikkeling natuurlijk. Even spieken hoor. Waar doen we dat? Doen we dat ook gewoon hier? Yes. Ho. Hier kunnen we ze maken. We hebben er eentje. We maken er wel gelijk 4. In 7 dagen, 12 dagen, 18 dagen zijn de volgende klaar. Kost maar liefst 1,5 ton. Let's continue. De nieuwe ophanging zit op auto 1. Dus op de auto van Max Verstappen. Dus die gaat net een tikkie harder. Yes. Kijk, we kunnen dus ook ze omwisselen. Kijk. Huppatee. Maar deze gaan we op auto 1 zetten. Deze op auto 2. Huppatee. Helaas niet genoeg tijd om hem ook op de auto van Perez te krijgen. Maar dat is toch een leuk begin van de week. Verder is er niet heel erg gek veel gebeurd. Maar we moeten weer onze targets. Ja, voor deze race gaan bedenken. Nou ja. Reach Q2, ja, dat is toch wel te doen alsjeblieft. Qualifying position. Top 2, top 3. Jawel, dat moet lukken toch? Top 3. Reach Q3, nou dat moet ook wel lukken. Dat zijn van die dingen die zijn makkelijk te behalen. En ook Q2 halen we ook wel, althans, dat hoop ik toch. Finish position. Met 1 auto in de top 2 eindigen. Ik vind het allemaal schitterend. Ik denk dat we dat wel kunnen. De hotstreaks zijn nog steeds bezig. Finish position en de qualifying position. Ik vind het allemaal mooi. Oh, dat wordt weer een spannend raceweekend. Dus ik zou zeggen, let's go. Formula 1 is back. Welcome to one of the fastest circuits on the calendar here at Jeddah. The Saudi Arabian Grand Prix is about to kick off and the atmosphere here is electric. The Jeddah Street Circuit has one of the fastest average speeds, as well as the most corners of any track on the calendar. Good high-speed downforce is going to make life in the fast lane a little easier for drivers here this weekend. At this early stage in the season, there are still plenty of opportunities for things to change. In this sport, there simply are no guarantees. There's nothing like a race weekend in Formula One. Ja. Nou, dan weten we genoeg, hè. Het is tijd voor de vrije trainingen. Ik ga jullie daar niet mee vervelen. Ik zie jullie vlak voor qualifying nummer 1. Ja. Drama in de vrije training. That crash is terrible news for the team. Uh-oh. Ach ja, het gebeurt. Williams hier. Uh-oh, de Williams. Oh, dat is een flinke ook. Oh, in de muur. Niks aan de hand verder. Mooi. Ja hoor. Wederom Perez. Ik weet niet wat hij aan het doen was hier, maar dit is raar. 2 crashes voor Perez. Komt hij weg? Dat is even de vraag.
Ja, hij komt wel weer weg. Maar ja, dan moeten we hem weer de pits insturen. En moeten we weer een hoop fixen aan die auto. Oh, PRS maakt dat me wel moeilijk hoor. Virtual safety car? Ja, ja. Oh oh. Wij zijn het niet, wij zijn het niet. Met science en... Oeh, tikkie boom. Oh, dat is een harde hoor. Dat is wel een harde klapper. Dus ja, virtual safety car. Dus ja, helaas. Maar wij zijn gelukkig aan het reconfigureren. Dus wij gaan voorlopig nergens heen. Oeh, wie is het deze keer? OS. Weer een Alpine. Dang. Goeiedag, wat een klapper weer. Dat is dan het einde van de vrije trainingen. Ondanks dat Perez twee keer gecrashed is en ons al twee voorvleugels heeft gekost. Ja. Kan je niks aan doen, hè? Kan je niks aan doen, Perez. Komt allemaal goed. Heeft hij wel echt een heel goed, hele goede vrije training gehad. Beter dan de vorige race. Hij heeft ook 14 van de 15 bonuspuntjes behaald. Dat is mooi. Verstappen 13 van de 15. Ja, de setup zag er goed uit. De setup zag er gewoon goed uit. Ik denk dat we gewoon door kunnen gaan nu. Richting die kwalificatie. Ik ben heel benieuwd. Oh. Zachte bandjes. Ik denk dat we toch gaan. Voor de cheeky. Cheeky cheeky. Eerste dingen, zo heet dat. Eerste qualifying. Allebei op zacht. Ik denk dat we er gewoon voor moeten gaan. Oké, Q1. De tijd zit erop. Maar. Iedereen is rotte baan. Iedereen is rotte baan. Sainz ook. Leclerc. Wij hebben een rondetijd neergezet op de gele bandjes. Ja, het is een gokkie. Maar ja, soms moet je even een gokkie nemen. Gaat het genoeg zijn of niet? De tijden komen allemaal binnen. Sainz wel sneller. Sainz wel sneller. Leclerc ook sneller. Onthoud, wij hebben hem op geel gedaan. Ja, zoals je kan zien, er zijn er al 5 na ons gefinished. Dus wij gaan er in ieder geval niet uit. Het heeft dus goed uitgepakt. Maar wat een gigantisch gat. Naar achteren. 18e op Hamilton. Seconde op Alonso. Oh. Dat verschil is groot. Op naar Q2 zonder de Albon, Stroll, Latifi, Vettel en zo te zien ook Tsunoda, helaas. Hoe goed kan je het timen, Ruben? Hoe goed kan je het timen? Nou, zo goed dus. Met nog 8 seconden te gaan komt Verstappen over de streep. En met nog 4 seconden te gaan Perez. Zoals je kan zien, Verstappen 2,5 seconden achter op de nummer 1. Ja, hij werd zo in de weg gereden. Het was niet normaal. Het was niet normaal. Nu is de baan helemaal vrij. Alleen Perez achter hem. Dus laten we hopen dat alles voor hem goed gaat. Dat is het enige wat verkeerd kan gaan. Ik denk dat Perez er wel is hoor. Ja, je weet maar nooit. Russell en Hamilton staan ook heel, heel slecht. Deze qualifying. Hij is wel groen. Max, niet paars. Hij is groen. Perez gele tijd. Maar bij Perez is het niet zo heel belangrijk. Die is wel door. Russell ondertussen ook naar P5. Maar wat kan Verstappen? Verstappen op dit moment laatste in de sessie. Oh-oh. Wederom groen. En dan komen we nu in de sector aan waar die enorm in de weg werd gereden. Om door te gaan naar Q3... Om door te gaan naar Q3, dat kost wel weer een extra setje rood helaas. Rode bandjes. Kom op Max. Wat doet Max? Max die gaat naar een. Op het 68.000ste achter Leclerc. Heel lekker, heel lekker. Perez verbetert zich ook op 2/10. En dat is het einde van deze sessie. De spanning stijgt als we... De laatste rondjes ingaan van de qualifying Q3.
Zo zien we staan echt een aardig eindje achter de beide Ferraris. We werden wederom opgehouden door een Mercedes. Max Verstappen gaat zijn vliegende rondje met achter een Perez. Dit keer hebben we nog iets meer tijd over, maar we zijn in ieder geval de laatste op de baan. We kunnen hopen op een goede tijd, al denk ik dat we een aardige kluif hebben aan de Ferraris in de race morgen. Op de zondag. Ik denk dat we een aardige kluif gaan hebben. De rest maak ik niet zo gek voor zorgen om. We gaan het zien. Zometeen de eerste sectortijd. Van zowel Verstappen als van Perez. Wat doen we? De vlag is in ieder geval vallen. Hij is wel sneller. Hij is groen. Ja. Perez ook sneller. Ja, we hebben paars, paars, paars nodig, zou je haast denken, voor een pole position. Ja, ja. Tweede sectortijd, komt eraan. En die is ook groen. Groen, groen. Voor allebei, Perez ook. Ondertussen zijn de Ferraris gefinished. Die zijn nog even een tandje sneller gegaan. Groeiende. Hamilton verbetert zich. Verstappen vijfde op het moment. Daar komt Verstappen. Naar wat voor tijd gaat hij? Voor de rij 1 en rij 2. Rij 1 op 28.000ste. En Perez. Perez verbetert zich wel. Iets meer, of iets minder dan 2/10. 1 zijn we niet. We zijn 2 en we zijn 4. Wat een sessie. Oh. En dit is dan de uitslag van de kwalificatie. Leclerc op pole. Sainz. Maar Sainz heeft wel een uitroeptekentje. Wat heeft Sainz last van? Grid penalty voor Sainz. Waarom? Heeft iemand in de weg gereden of zo? Ah, we zien het vanzelf wel. Maar mensen, het is tijd om te gaan racen. Ik ben er klaar voor. Cloudy skies tonight, with the drivers now having taken position on the grid. Taking a look at Max Verstappen. A second place start for them today. They're in with a real chance. And behind them, it's Perez. They've managed a third place start for this race, but can they turn it into a win? Everything's been building to this. Oké, daar gaan we. Tweede en derde toch nog. Ik zie nergens geen lampen, maar het zal wel. Maar we zijn onderweg. We zijn helemaal vergeten om ze op pushy te zetten. Waarom weet ik niet. Ah ja, gezonde wedstrijdspanning, hè. Gezonde wedstrijdspanning. Eerste bocht. We zitten ernaast. Aan de buitenkant. Ja, en dan weer de binnenkant. Ja, Max naar 1. Max naar 1. Wat een actie zo in de eerste ronde. Okay, you passed. You're through. Huppatee, op de deploy. Red Bull moved up. En nu zit Perez ook vol in de achterbak. Kan hij er gelijk ook voor gaan? Nog niet hier. Wat een openingfase, wat een openingsfase. Sainz ondertussen zesde. Je hebt dan een straf gehad, denk ik, of zo? Ik weet het niet. Het is nog een beetje zoeken in het spel waar we de informatie allemaal kunnen vinden. Max ondertussen alweer bijna een seconde los. Ja, Perez gaat hier dan proberen. Vol op de agressie. Hier dan aan het einde van dit stukje. En anders aan het einde van, van het lange rechte stuk. Hij zit ernaast. Hij zit ernaast. Nee, toch niet. Kan het dan hier? Met een heel lang recht stuk. Just look after this tire set though, Max. Max, gaan we even zeggen dat hij kan chillen. Yep.
1,7 seconden los. Back off. Copy. Tegen Perez gaan we zeggen dat hij weer even iets rustiger aan moet doen. Recharge on. Niet te rustig gelijk. Ja. Yeah. Gelijk moet hij 16e lossen. Dat is gelijk een heel eind. We rijden nog ver genoeg voor op Bottas. Nou, we moeten deze bandjes ook houden tot het einde. Tot aardig wat rondjes. Zo'n 33, zoals je hier kan zien op de pitstopstrategie. Ja, het is wat. Iets meer brandstof pushen. Verstappen zit alweer gelijk aan de verkeerde kant van de rekening. Hè? Dat is ongelooflijk bij die gozer. Ja, we kunnen nog niet echt rustig aan gaan doen. Het is 50 rondes deze race, omdat het wat langere rondes zijn als in Bahrein. We hebben 57 rondjes, ja. Kom op, DRS gaat dan worden enabled dit rondje. Dank u. Wat een openingsfase. Sainz had het zesde, dat is goed nieuws voor ons. En dan begint weer het grote kat-en-muisspel qua brandstof met Max Verstappen. Ik vind het echt een heel gek iets met Max. Dat hij zo ernstig langzamer is. Of tenminste, meer brandstof moet verbruiken om zo snel te zijn. Zo kunnen we maar beter zeggen. Dan komt Leclerc er wel aan. Rijdt ook wel op een andere compound, hè. Leclerc rijdt volgens mij op de soft, als ik het goed heb. Of de medium, mijn excuses. Ja. Terwijl wij allebei op de hard zijn gestart. Dat heb ik puur gedaan, zodat mocht er in de latere fase een safety car komen, hoeven wij niet meer daar de harde band, dan kunnen we op een snellere band staan. Hoppatee. Perez is wel los van Leclerc. Dat is zonde natuurlijk. Wij moeten een beetje pushen met Max. Zodat we dat gat weer omhoog tillen naar meer dan een seconde. Dat moeten we zo houden. Ja. Aan de andere kant, mochten we ingehaald worden, hè, hun zitten op de wat snellere band. Dus hun worden ook verwacht dat ze sneller gaan. We moeten iets minder pushen met Perez, anders hebben we een probleem. Heb je niks meer over dadelijk. Zie je, zo pushen we weer een beetje weg. Kunnen we een beetje fuel conserven nu met Max. Het gat achter Perez is ondertussen 2,2 seconden naar Hamilton. Dus dat is verder allemaal onder controle. Ik weet niet of de Mercedes er dit jaar nog gaan meedoen in de strijd om de overwinningen. Maar ja, dat gaan we allemaal wel weer zien als het seizoen, goedemiddag, zich vordert. Een beetje conserven met Perez. Leclerc die niet echt gek veel inloopt, maar dat is alleen maar mooi. Wij moeten echt die band een aardig eind gaan oprekken. Pitstopstrategie is pas in rondje 33 ongeveer binnenkomen. Als er niks geks gebeurt. En dat voorlopig is het een vrij rustige start. Dan zijn we 1,2 seconden los. En loopt Leclerc wel enorm in. Ja, ik vind het heel lastig met die brandstof. Hoe serieus we daarmee om moeten gaan. Maar we moeten wel weer op de balans. Want we moeten wel zorgen dat we wegrijden. Do not require any fuel lift off. Ja. Tja.
En om het spannend te houden, komt Leclerc er voorbij en dan komt hij er voorbij, hè. Voorlopig ligt zijn teamgenoot nog altijd zesde. Nog altijd zesde, ja, ja. Oh, spannende openingsfase met een goede start voor Max. We gaan wel zien waar het schip strandt. Het heeft dan niet echt lang geduurd voordat Leclerc bij ons in de staart kruipt. Tja, dit zat er wel in. Leclerc is aan het pushen, denk ik. Enorm hard aan het pushen zelfs, dat hij er nou voorbij komt. That's put you P2. Dus ja, we zijn op P2. Recharge on, please. We rijden nu op de tweede plaats en dan gaan we de batterij maar eens opladen. We zijn inderdaad een positie verloren. Dat is heel jammer, dat hebben we allemaal gezien. Ik ben benieuwd hoe hard die Ferrari wegstampt bij ons. Ik denk dat het wel mee gaat vallen. Gaan we rondje 15 in. Ja, veel is er niet gebeurd, kan ik jullie wel vertellen. Het enige is dat dus Leclerc nog steeds op 1 rijdt in zijn Ferrari. Wij rijden daar 5 seconden achter. Met Max Verstappen. Ja. Ik ben gewoon heel veel aan het brandstof sparen geweest de hele tijd. Het is ongelooflijk wat je moet doen met die auto. Ik weet niet of anderen er ook last van hebben. Is het een setup dingetje? Is het iets in de instelling wat ik doe aan het begin van die auto? Ik hoop dat mensen het weten en laat het mij dan ook weten. De achterrijd Perez op 3 seconden. Eigenlijk is dat gat een beetje constant gebleven, maar ook met hem en ik brandstof moeten sparen en zo. Dus het is gewoon, het gebeurt zoals het gaat. En daarachter rijdt Carlos Sainz en die had de hele tijd de beide Mercedes in zijn kielzog. Maar zo te zien is hij nou wel een seconde los. Maar die wil altijd lopen stuivertje wisselen. En daarachter zit weer een gat naar zo. Met de beide Alpines erachter, ook Ocon en Alonso en dan Bottas nog in de top 10. En achterin is het de titanen van de slechte. Ja, tussen Williams en Aston Martin. En je hoopt dat die het nog beter gaan doen, dus ook een beetje aan kunnen sluiten. Ja, 6 seconden is dan nog altijd het verschil. De snelste rondetijd wel nog steeds van Max. Dus je kan merken dat het tempo is laag. Het tempo blijft ook gewoon laag. Mochten we een pitstop gaan maken, komt er zo'n 22 seconden bij, zeggen ze altijd. Komen we op 28 seconden uit. Ja, komen we in allemaal treintjes terecht. Dus we kunnen niet eens naar binnen, al zouden we iets geks willen gaan proberen. Ja, we moeten dit gewoon uitzingen. Tot en met een rondje of 30 nog te gaan. En dan kunnen we die hele band eronder gooien. Wacht eens wel tot wanneer dat die Ferraris naar binnen gaan. Die rijden natuurlijk op een compound zachter. Die moeten eerder. Ja, dat is gewoon een gegeven. Wanneer gaan die naar binnen? Het is wel de gok dat die witte band, die harde band, het echt wel zo'n 30 rondjes kan volhouden. En daarna wordt het heel slecht. Dus ja, dat kan al zijn over een rondje of 4. We gaan het zien. Een hele, hele interessante. Carlos Sainz gaat dan in de pits nu. Gaat van zijn gele band. Ja, naar de witte band. Met nog 33 ronden te gaan. Ik denk dat dat echt de compleet verkeerde call is. Ja, wie ben ik, hè? Ja, ik rijd met ook tweede en derde. Maar die moet nog heel lang op deze band. Och, nou, we gaan het zien. Daar gaat ook Charles Leclerc de pits in rondje 18. 2 rondes na zijn teamgenoot. Daar komt hij. Ook hij nu al naar de hard. 31, 32 rondjes moet hij erop volbrengen. Ik had trouwens als rondje 16 trouwens dat Sainz binnenkwam. Voor de goede orde. Maar dit maakt het interessant. Hij komt achter Hamilton binnen. En er komt iedereen komt binnen. Een hoop mensen komen nu binnen. Russell, Ocon, Zhou, Gasly. Ook allemaal in de pits. Ja, wij komen voorlopig nog lang niet binnen. Oh. Maar ja, Max Verstappen 1. Sergio Perez. Ronde 25 gaan we nu weer. Na deze ronde zitten we op de helft. We rijden nog altijd 1-2. 12,5 seconden voor op Hamilton en Leclerc ligt Verstappen.
ja, Perez zit er nog tussenin op zo'n 4,6 seconden. Gat is ongeveer hetzelfde gebleven. Het scheelt echt vrij weinig tussen deze twee auto's. Ja, en Leclerc zit al een hele tijd, maar dan ook echt een hele tijd, achter die Mercedes. En dat is wel lekker. Dus ja, het voordeel wat hij zou hebben gehad van zijn nieuwere banden, ja, dat heeft hij dus helemaal geen gebruik van kunnen maken. Want hij is eigenlijk helemaal niks ingelopen. En ja, natuurlijk, als wij die pitstop eenmaal gemaakt hebben, rijden wij nog 10 seconden achter die knakkers. Maar wel op een snellere compound. En, ja ja, en met versere banden. Veel versere banden. Tja, ik heb het even opgeschreven. Die banden van Sainz, dat is in rondje 16 zijn die naar binnen gegaan. Ze zijn nu alweer bijna 10 ronden oud. En van Leclerc zijn dus 8 ronden oud bijna. Ja, dat is heerlijk. Heerlijk. En we zijn dus op de helft. En onze bandjes zijn ook, ja, 50% hebben we nog over. Dan kan je hier onderin zien naast het stuurtje. Naast de H van hard, 50% ongeveer. Brandstof zitten we redelijk aan de goede kant. Ik kan nu wel weer brandstof gaan sparen, zie ik nu. Want ja, we lopen echt nog steeds uit. Want ja, het gat is nu 13 seconden. Hij is gewoon 2 seconden kwijtgeraakt, die Leclerc. Sainz ondertussen wel de snelste ronde. Ja, en Hamilton, wat een held. Wat een held. Applaus voor Hamilton. Ja. Ik vind het echt nog steeds een toffe kerel. Voor de mensen die de Grand Prix van Zandvoort hebben gezien. Het is jammer van de strategie van hun. Spoiler alert, als je hem niet gezien hebt, maar ja, ik ben altijd wel een fan geweest van die meneer Hamilton. Jammer dat ze niet meedoen in het echi, maar hier zijn ze volop in de race. En ja, nu moet het toch wel lossen. Nu kan Hamilton het niet meer bijhouden. Wordt het gat wel gelijk een stuk kleiner, wint hij weer bijna een seconde. Maar ja, wij zijn ook op lift en coast, lift en coast. Onze pitstop komt er wel aan. Maar ja, als ik hem kan uitstellen, als ik hem nog iets langer kan doortrekken. Dat zou wel fijn wezen. Niemand rijdt meer op die mediumband. Iedereen is al gestopt. Dus ik ben heel benieuwd hoe lang ze het vol gaan houden. Nee. We komen terug als we gaan pitten. Komen we nu zo'n beetje in de tijd dat we de pitstops ingaan. 19 rondes nog te gaan. Verstappen had een mega momentje gehad met twee achterblijven. Voordat hij in ene klap 2 seconden verloor. Hij moest echt vol in de ankers. Maar ik denk dat het tijd is. Ik denk dat het tijd is voor een box, 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 box. Nieuwe compound? Nee, die. Ik kan wel zeggen, we gaan niet voor een ander bandje. Verder gaat het helemaal goed. Ik denk dat we inderdaad, goeie box in this lap. We gaan inderdaad naar een andere bandenstrategie. So, pick up the pace. Pick up the pace. Okay. Even een flink stampen hier. En dan een rondje later gaan we met Perez naar binnen. Big push here. Copy. 9 seconden ligt Leclerc dan achter ons. 9 seconden. We komen een paar tellen achter Sainz weer de baan op. Perez in ene met de snelste ronde. Hartstikke idee. Ja, die gozer is geen pannenkoek hoor. Die gozer is geen pannenkoek. Heeft eigenlijk gewoon een heel goed weekend. Komen we er nog op voor Sainz? Het antwoord is ja. Een beetje wegrijden bij Sainz. Maar dat gaat meer is dan een seconde. Anders nemen we die gozer mee op sleeptouw. Just look after this tire set though. Look after it. Zet hem op overtake. Okay. Zodat we Hamilton kunnen pakken. Overtake available. Sergio. Okay. Ook ga je naar de mediumband. So,
box, checker box. Oh, daar hebben we het nog. Sorry, dat hij nog een vol setje rood over had. Box, box. Ja, we gaan naar binnen, we gaan naar binnen. We pushen hem ook maar even met Verstappen. Ja, oké. Okay. Ja. Dit ligt. Intussen is Sergio Perez binnen. Max Verstappen buitenom. Dan is de vraag nu wie krijgt de DRS. Ik denk Hamilton. We moeten ook wel gelijk weg kunnen rijden hier natuurlijk. Maar we zitten nog voor de Ferrari van Sainz. En dat is wel echt heel gunstig. En zitten we alweer een dikke seconde voor? Nee, nog niet. We moeten een seconde voor op Hamilton zitten. En dan zien we dat het gat maar 8 seconden is naar Leclerc. 8 seconden, mensen. Huppatee. Back it out. Zo, dus moeten we los kunnen rijden van Hamilton. Oogje in het zeil houden bij Perez. Kan die ook nog Sainz gaan aanvallen? En Hamilton uiteraard. We moeten alles nu in de gaten houden. Hè? Het gat van Verstappen op Hamilton, dat is groot genoeg. En ook het gat naar Leclerc. Hoeveel snoepen we daarvan af? Dat is even de vraag. Al zijn die Ferraris echt enorm snel. Perez heeft dan geen DRS helaas, maar bij Hamilton en Sainz wel. Gaat er weer bijna 2 seconden naar... Hamilton gaat de pits in, dat is gunstig, naar Sainz. Verstappen met de snelste ronde. Daar staat het ook officieel in beeld. Gaan we met Perez ook een beetje op de agressieve modus. Zodat we ook met hem Sainz voorbij kunnen gaan. Oh, zo maken we het weer helemaal spannend, hè. Oh, bij mij gaat wel gelijk de hartslag weer omhoog. Ik weet niet of jullie dat ook hebben als jullie hier naar kijken, maar... Ja, bij mij gaat dan die hartslag gelijk... Omdat het gewoon zo spannend is. Ja, die Ferraris zijn gewoon echt snel. Die kloppen we niet zomaar. Zoals je ook ziet in de tijden, we lopen niet echt in. Maar ook ik denk dat die Ferraris enorm aan het pushen zijn. Zeg het zo goed. Ja, dat weet ik, vriend. Maar je moet even voorbij aan meneer de Ferrari. Als je er voorbij bent en je hebt een gaatje getrokken, dan mag je weer. Op de Cool Runnings. Haha. Doet hij het nou al? Het antwoord is nee. Dan kan het geheid zo meteen na het lange rechtstuk. Komt ie. Perez dan nu naar 2. Of naar 3, mijn excuses. Dat is de purple lap voor nu. En met de snelste raceronde. Nice move. Oh, hij stond op deploy, niet op overtake. Oeps. Red Bull moved up. You've got the margin to push. Ja. Hij mag weer op neutraal en op standaard. Check out. Back off. Copy. Zo, die is er voorbij. Met Sainz daar enorm opgehouden, dat is altijd gunstig, hè. Alleen nou moeten we nog zorgen dat we Max richting... Just look after this tire set though, Max. Richting die Leclerc gaan krijgen binnen 16 rondjes. Hoe zijn de banden? Wow.
Dat wordt nog spannend. Dat wordt nog spannend of de banden het echt zo gaan houden. Wederom een hoop achterblijvers. Kijk. DRS weer op neutraal. Want we lopen echt, echt helemaal niet in op Leclerc, ook al pushen we. Sector 3, gele vlag, dat is niet bij ons in de buurt. Yellow flag ahead, yellow flags ahead. Ja, maar dat is helemaal niks, die yellow flags, die zijn alweer klaar. Oh, puntje van mijn stoel zit ik weer, hoor. Ja, dat maakt zo'n spel zo mooi, hè. Dat maakt zo'n spel zo mooi dat het gewoon echt spannend kan zijn. En Perez, die haakt lekker aan. Ik denk alleen wel dat Sainz nu al moet lossen bij ons. Oeh, het is spannend, het is spannend. We gaan zien wat er gebeurt. 10 rondes nog te gaan hier. 10 rondes nog te gaan. En zoals je kan zien is het gat nog steeds 7 seconden. Ja, we lopen gewoon weg niet in. Ja, en Sainz blijft ook maar achter ons rijden. Het blijft gewoon identiek hetzelfde, het gaatje. Naar voren, naar achteren, het maakt niet uit. Ja, het is eigenlijk best wel een race zonder dat er echt wat gebeurt. We moeten nog 10 rondes rijden. En ja, alleen daar de bandjes van hun, ja, 52% nog over. 49% nog bij Sainz. Oei, oei, oei. Ja, ik denk toch dat hun het heel zwaar gaan krijgen tegen het einde van de race. En dat is echt een vermoeden en een gok. Ja, dan hopen dat wij banden over hebben. Hopen dat wij nog bandjes over hebben tegen het einde om wat te kunnen. Het blijft allemaal hetzelfde. En ja, de Ferrari was gewoon dit weekend enorm goed hier zo. Vooral Leclerc. En ja, het is eigenlijk nog steeds een race zonder dat er wat gebeurt. Als we nog 9 rondes te gaan hebben. En dan kunnen we nu alles wel vergeten. Want Max Verstappen gaat rechtdoor zonder dat er ook maar wat aan de hand was. Nou, gas erop, knul. Gas erop. Ja, dit is zonde. Dit is echt, echt zonde. Nou is alle hoop gevestigd op Charles Leclerc. Ja, dat weten we. Max die dan rechtdoor schoot. Oi, 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 oi. Alle strategie die we hadden kan er gewoon weg het putje in. Kunnen we iets agressiever rijden? Dat wel met de bandjes van Checo. Ja, kopie. Zodat we echt zeker weten wegrijden bij Sainz. Maar Max, Max, Max. Wat doe je ons aan? Houdt ook in dat je banden er gelijk met een klap harder aan zijn gegaan natuurlijk. Het gat is te klein om nog voor de snelste race ronde te gaan voor Max. Een extra puntje. Dat is wel jammer. We hebben echt een te groot gat op Hamilton. Om het te gokken. Om er nog mooie rode onder te gooien. Ja, we rijden 3 seconden achter op Sainz. Dat is een hoop hoor. 3 seconden is veel. Ja, blijft een mens. Ook Max Verstappen blijft een mens. Tja, tja, tja. Niet alles van je bandjes vragen dan maar. Ja. Nu is het gat geen 7 seconden, maar 9 seconden naar voren. Och. Ik moet het dan toch maar gaan proberen, vind ik. Ik kan het niet laten. Okay, so box is lap, Max. Box is lap. Ik denk dat als we achter Hamilton terechtkomen, dan we hem voorbij kunnen.
Hoppatee. 21 seconden hadden we, 22 seconden. Gebruik de softs eronder. Gebruik de softs eronder. Volgens mij komt Hamilton daar eraan, juist. Nou, opwarmen met die banden en gaan met die banaan. Hamilton kwam er nog helemaal niet aan. Dat was weer zo'n fijne Aston Martin. Hoppatee. Moeten we nou even in de gaten houden wanneer dat die streep komt. Omdat we in de buurt komen van het rechte stuk natuurlijk. Just look after this tire set though. Look after it. Zolang mogelijk nog fuel conserven, dat we er echt alles aan kunnen geven voor het extra puntje. So think about the liftoff. Ja, het was toch een goede call geweest hoor, van de Ferraris, denk ik. Om naar binnen te gaan. Achteraf is alles makkelijk, hè? Achteraf is alles makkelijk. Oké. Fuel safe mag eraf. We do not require any fuel liftoff. Go, go. Go, go. Voor de snelste ronde. Ja, voor de leiding in het kampioenschap, zullen we dit maar zeggen. Stel dat de Ferraris iets geks doen in zo'n laatste rondje, dat zijn we even stampen. Dat accepteren wij natuurlijk niet. Nog 4 rondjes te gaan, mensen. Nu worden de knikkers en de punten en alles gaat nu verdeeld worden. We gaan het zien. Wat zijn de rondetijden nu? 1.33 is zo'n beetje. Ik ben benieuwd wat hij kan. We kunnen nu een beetje in de gaten houden. Is het paars, paars? Je zou toch haast zeggen dat het moet kunnen, hè? Kijk, het is zo goed. Kopie. Paars, paars, paars. Kom maar, jongens. Toch nog even een, hopelijk een spectaculair einde hiervan maken. Een race zonder al te veel incidenten. Het enige is dan echt geweest van Max Verstappen zelf. Waarbij er wat gebeurde. Voor de rest eigenlijk helemaal niks. Ja, iemand die nog een beetje wijd ging. Maar ja. Dat zal wel. Hè? Dat zal wel. Want de voorkant kan je het ook niet voorspellen natuurlijk wat er allemaal gebeurt. Maar het is paars, paars. Leclerc gaat nog naar een 1.32.7. Die stampt hem nog steeds door. Hè? 3 laps of mening. Die stampt hem nog steeds helemaal door. Yep. Maar wat rijden wij? Ik gok een 1.30.4. Omdat het kan. We are out of ERS. Dat is mooi dat we out of ERS zijn. Oh, een 1.31.1. Oké, dat was een purple lap. I'll let you know if the situation changes. Huppatee. Puntje binnen. Puntje binnen. We lopen 2,5 seconden uit op Hamilton ook nog eens. Genieten. Recharge on, please. Max, recharge on. Perez. Perez gaat gewoon naar de tweede plaats rijden. Zonder al te veel moeite. Zonder dat Max er tussenuit ging, hadden we nog wel enigszins goed ervoor gestaan bij de constructeurs. Nu staan we. Ik denk 1 punt voor vanwege, dus 2 punten voor vanwege de snelste ronde. Hadden we die ook? Hadden we die ook? In Bahrein, ik weet het niet meer. Ja, Max in ieder geval op dat bonuspuntje. En zo moeten we nog 2 rondes hierna. Ja, die Leclerc, die heeft echt een waanzinnige auto dit weekend. Kan er niet anders, kan er niks anders van maken. Aan Sainz zijn we gewaagd, maar Leclerc was gewoon ontzettend snel. 2 laps remaining. Use your battery. Huppatee, even wegrijden bij die Alfa Tauri. Tjonge, jonge, jonge. Die achterblijvers maken dat nog pittig voor je. En weer neutraal. Ja.
eigenlijk ja, een race zonder dat er echt wat gebeurde. Helaas dat de strategie niet werkte tegen een ontketende Leclerc. Meer kan ik er ook niet van maken, hè? Nee, dit was hem dan denk ik wel voor deze baan. Qua resultaat. Ja, we hadden met Verstappen, hadden we natuurlijk tweede moeten zijn. Maar ja, Verstappen maakt een foutje. En dan houdt het op. Een uitermate goede race van Perez, dat moeten we er wel bij zeggen. Perez heeft echt een hele goede race neergezet. Een heel goed weekend, kan je wel zeggen. Die gozer die krijgt echt een dikke 8 voor dit weekend. Ja, en Verstappen, dat wordt dan gewoon een mager 7'tje. Ja, een mager 7'tje. De laatste ronde loopt voor Charles Leclerc. De laatste ronde loopt voor Charles Leclerc. Wij zitten daar dan achter met Perez. Op 10,5 seconden. This is the final lap. Final lap. Laatste ronde. Oké, okay, head down. Copy. Niet vast blijven zitten achter zo'n achterblijver. Copy. Die ons volledig blokt trouwens. Zo. En ons daarna van de baan afrost bijna. Bijna van de baan afrost, hè. Max Verstappen onbedreigd eigenlijk naar die P4 sinds zijn uitstapje. Onbedreigd. En ja, dan is het Perez die voor ons de meeste punten gaat binnenhalen. En daar heb je gewoon een goede teamgenoot voor nodig, hè. Een goede teamgenoot. Een goede tweede rijder. We maken van Perez gewoon een hele goede tweede rijder. Maar alle credits gaan deze race over en naar één man die echt de snelste was het hele weekend. Applaus voor Charles Leclerc en de Ferrari. Wat een race van deze beste man. Ongelooflijk snel. Ongelooflijk snel. Maar op de tweede plaats ook een applaus waard voor meneer Sergio Perez. Daarna komt Sainz de finishlijn over als derde. Beetje saaie race ook van hem. Good job, guys. En dan duurt het heel eventjes nog en dan komt Max Verstappen. Good job. Als vierde. Applaus voor meneer Verstappen. Wel even die snelste ronde gepakt. Dat hebben we goed gedaan. Oké, dat is de checkered flag. Ja, nice. Ja, ik weet niet of hij in het echt ook zo blij was. Ja, yeah, we'll take it, mate. Inderdaad, we'll take it, mate. Fail 84. A solid showing from Sergio Perez today. Vind ik ook. This podium is a remarkable achievement for the whole team. Ja, het is wel verdiend voor Ferrari. Tweede plaats Perez. No stranger to the podium, the Mexican driver now takes his place after another remarkable race. Yeah. And after all that hard work, surely it's time for them to enjoy this moment. Red Bull have come very close to a good performance here. So I expect they'll be doing some tweaking after this. Yes, this was a contrasted performance, but there were some good moments. There is promise here of great things down the line. After an intense weekend, the team ends in first place in the constructor standings. Yes, in the constructors. And for the next round, Formula One is heading down under. Exciting times ahead in Australia on the shores of the Albert Park Lake. Dan hebben we hier dus de uitslag. Charles Leclerc 1, Perez 2, Sainz 3 en wij met Max Verstappen ook nog eens als vierde. Het zat er gewoon niet, ja. Het was niet maximaal haalbare. Tweede hadden we moeten zijn met Max en dan Perez derde.
Daarna toch de beide Mercedes'es met Hamilton en Russell. Alleen ja, helaas af moeten haken al vrij snel. Daarna Alpine die mooie punten pakt ten opzichte van hun concurrenten. Daarna Bottas nog met maar liefst 4 punten. Ocon met 2 en Gasly met 1 puntje. Ja, we hebben geen enkele uitvallen gehad. Zo ontzettend spannend was het allemaal. In het rijderskampioenschap is het dan toch Charles Leclerc die naar de eerste plaats gaat. Zie je, dat is toch belangrijk omdat we dat ene puntje even gepakt hebben nog. Maar ja, we staan er wel helaas 4 achter op Charles Leclerc. Gelijk een flinke klap is dat. Gelijk een flinke klap voor ons. Voor Max ook vooral. Maar in de constructeurs staan we gewoon weg. Uno! En dat is omdat we 2 keer de snelste ronde hebben gehad. Ja, fastest lap, 2 keer, daar staat het. En dat maakt dus nu even het verschil zo ontzettend belangrijk. Hadden we ook wel gehouden, denk ik, met Perez. Maar ja, nu hebben we het met Max gehaald. Een stukje belangrijke. 6 punten voor op zijn teamgenoot. En het is ongelooflijk spannend. En Hamilton, gewoon netjes 5e met 20 punten. Hè? Gewoon telkens best of the rest geworden. Ja, je moet gewoon bijblijven. Je moet gewoon bijblijven. Maar dat was het voor deze aflevering. Het wordt weer een lange, een spannende. Oh, hoop frustraties. Maar man, het was weer een fantastische race. En volgende keer gaan we naar Australië. Ik zie jullie allemaal daar. Dank je allemaal wel voor het kijken. Tot een volgende keer. Doei doei.